in de poeltafel. Helaas. Bijna. Ja, absoluut. Ik neem het even over. We zijn nog steeds de zwarte bal erin krijgen. De halven zijn nu aan de beurt. Aan de bal Robert. En helaas. Hij is nog steeds half erin. Frits mag nu met de hele beginnen. Als hij de keu van mij overneemt. Frits is dus al aan de bal. Hij paast hem zo. Volle concentratie. En ja, we moeten de bal in dat gat krijgen daar. Zien jullie allemaal dat gat? Maar aangezien de halve nog steeds twee ballen erin moeten krijgen. En Niels het voor de halve opneemt. Het gaat nu verder. En u ziet, de halve hebben nog steeds half werk geleverd. En nu komt ons team weer. Met the one and only Irma. Als hij van de telefoon klaar is. Dus Irma aan de bal. Hij gaat die, nou het is heel moeilijk, want maar met kamikaze lukt het best wel. Om de bal in de hole te krijgen. Een hole in bal. Ja. Ja, dat is even. Maar nu komt onze Karen. En nog steeds half erin. Nu hebben wij het heel moeilijk. Maar volgens mij ben ik weer. Dus ik moet de camera weer overgeven. Dankjewel. Shoot on the word. Kijk of die zwarte bal uit de pocket krijgt. Helaas. Weet je wat het is? Je moet gewoon. Je weet dat die zwarte daar niet in mag komen. Wie is nu aan de beurt? Ja, ik was net. Ja, het commentaar is weer overgegeven aan meneer Evers. Ja, we zijn hier op een poeltafel de reunie. Er gaat helaas een zwarte bal in. Wat zeg ik? Geen zwarte, een halve. De halve is dit keer helemaal erin. Nu volle concentratie wachten op de laatste bal. Voordat de zwarte erin vliegt. Als je hem nu in dat gat ziet, wat u hier voor ons ziet. Dat is zoals wij in Limburg zeggen, een champ shot. Maar Frits is nu weer aan de beurt. Ja, Frits is aan de beurt. Het potje duurt wel erg lang, dus. Hij is nadenken en nadenken. Maar de bal ligt op een positie dat je denkt, ouwe hoer, die krijgen we er nooit in. Want hij moet in dat andere gat, waar hij voor ligt. Helaas, ik denk dat het een verloren potje gaat worden, dus ik ga het filmpje beëindigen.